We zijn dan eindelijk van start gegaan. De gemeente heeft veel geld besteed aan de camera's die we hebben. Het werd al op internet uitgezonden, nu ook live op het beeld. We hopen dat de mensen, de meeste mensen zullen niet direct daarop schakelen. Maar er zijn een heleboel mensen die gewoon een aantal kanalen aflopen. En we hopen dan toch dat ze door het onderwerp zo getrokken worden. dat ze er naar blijven kijken. Dus wij zien het erg positief in. Hoe komt deze uitzending tot stand? Wij hebben een, een, volgens mij een zestal camera's die gestuurd worden door de microfoon. Dus als iemand op het knopje drukt en hij heeft een rood, een rood lampje gaat aan, dan is hij in beeld. Dat doen de camera's automatisch. Um, daar, er is een 35.000 euro aan besteed. Het is een, gewoon een heel goed systeem. Uh, dus niemand hoeft het te bedienen. Je bent altijd gelijk, als je spreekt ben je gelijk in beeld. Er zullen nog wel een aantal dingen verbeterd moeten worden. Uh, we willen bijvoorbeeld hebben dat er uh, gewoon wat meer tekst bij is, dat de mensen weten welk onderwerp besproken wordt. Dat de mensen weten of er sprake is van eerste termijn, uh, beantwoording door het college, tweede termijn beantwoording en stemmen. En dan het volgende onderwerp, zodat uh, iedereen kan zeggen van nou jongens, ik, uh, die wil dat en dat onderwerp wil ik zien en daar blijf ik naar kijken. Uh, onder andere is het uh, erg storend als mensen langskomen. Er was een beeld van uh, uh, een serveerster die, uh, uh, serveerste die uh, met kroketten rondkwam. Dat is natuurlijk heel goed, dat is ook lekker, de balken en de kroket. Maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat als iemand spreekt, dat ze die man dan even overslaat. Nou, dat ging niet. Dus wij als raad zullen moeten leren hoe we met deze uitzendingen omgaan, zodat het meer professioneel overkomt. Er zijn vier grote schermen in de zaal. Wij hopen dat een van de schermen de uitzending te zien is voor ons. Dan weten we ook zelf wat we moeten doen. Zodat niet iemand spreekt en zijn buurman de krant aan het lezen is. Wat ook regelmatig voorkomt. Wij zullen echt moeten leren hoe we daarmee omgaan. Ja, en je kan natuurlijk het programma, de uitzending kan je helemaal downloaden. Dat doe ik dan zelf en dan kijk ik terug van wat er geweest is. Niet zozeer om wat er gezegd is, maar wel om te kijken van hoe komt het over. Dus voor ons is het echt heel goed en we gaan het echt verbeteren.